Voor deze laatste proef hebben we een variant bedacht op een schitterend ouderwets marktspel. Iedereen kent het wellicht. Wat ze vaak op braderieën spelen, is dat je een buis hebt en dan laten ze een ei erdoorheen rollen en dan moet je beneden staan met een hamer. En dan mag je bijvoorbeeld 3 eieren proberen die op het ei kapot te slaan en als je mist, dan heb je geen prijs. Nou, dat is best leuk, alleen vervangen we voor dit spel de eieren door golfballen en in plaats van dat het de bedoeling is om de ballen tegen te houden, zit iemand met zijn hoofd aan het einde van de buis. We hebben in dit geval iemand nodig die de balletjes door de buis heen gooit. Eerst wil plaats nemen op de plek waar die bal terecht gaat komen. Tenminste, je weet wel waar hij naar moet komen. Ja, ik geef je niet. Pas op voor je volgende netje. Zo ja. Wat moeten we doen? Oké, wacht even. Daar krijg je 8 ballen. Eén iemand die krijgt de kans om hem te redden. Wat je doet, is je gaat hier staan. En op het moment dat je denkt dat de bal eruit komt, sla je niet zo. En je gaat hem niet vallen, gewoon zo. En als je hem raakt, rolt met je hand. En als je hem raakt, heeft hij geen zeer. En dat is goed. Maar geen redding dit keer.
Ja, dat is wel een strafbord. Ja. De laatste. Als je dan een keer een gezicht hoort. Ja, als je dan een andere bij wie wil je? Wie wil je? Maar niet uit, ik ruim het allemaal. 3, 2, 1. Allebei. Gesponsord. Noedels. Noedels. Ja, mijn moeder.